Het is een beetje gek met die beeldjes. Die zijn gekapt in hout of gesneden in hout met een bijna mathematische precisie. Ze zijn vervolgens beschilderd. In de loop van de tijd zijn er allerlei dingetjes weer afgesprongen. Dus je hebt twee soorten structuren door elkaar heen. Een hele strakke, volgens welke die dingen zijn opgebouwd. En dwars daar doorheen een soort van bladerende restanten van goudverfjes die ze vroeger ooit er tegenaan gekwakt hebben en die de tand destijds niet hebben doorstaan.